Dit is het ATW-journaal. Mogen we met de jeugd tot 18 jaar gewoon door blijven trainen? We zullen de marathonwedstrijd, we hebben maar twee keer afgelast. Of het bestuur heeft eigenlijk de opdracht gegeven om te kijken naar een nieuwe automatisering. Hidde Brum. Scott Jansen. Nick van Huttersen. Ja, en die waren er dus op de ATB-baan. Het mediateam zocht ze op. Normaal zitten ze op de BMX. Die fietsjes zijn een stuk klein, maar nu op de ATB. Zij zijn volop in training en in voorbereiding. Want door corona geen wedstrijden, maar wel fit blijven. Daarom op de ATB-baan, de fietsarena op het Loo, actief blijven. Kracht krijgen in de benen. En blijven fietsen, starten. Alles was erbij. Wij waren er ook bij met het mediateam. Dirk-Jan Grokkezijn maakte een interview met deze jonge talenten. Wat hadden zij in ieder geval te vertellen? Nog eenmaal, kom op jongens. Nog even de pedalen rond en dan mag je praten. Dan gaan we. Julian Bijsterbos, geflankeerd hier door Scott Jansen, Nick van Hittersum en Hidde Brem. En dan gaan we eerst ook naar Scott Jansen toe. Ja, Scott, je staat hier naast Julian. Die heeft al heel wat prijzen behaald, of niet? Ja, zeker. Ja. Kun je nog ook van hem leren, of niet? Denk het wel. Als ik zo zie rijden, dan wil ik dat ook wel kunnen. Ja, wat was jouw overweging om voor deze tak van sport te kiezen? Waarom ben jij gaan BMX'en? Gewoon, mijn vader deed het, het leek wel leuk. En toen probeerde ik het, toen werd ik steeds beter en toen werd het veel leuker. Ja, dan hebben we ook Nick van Hittersum. Ja, Nick, op de mountainbike hier bij de ATB-baan. Mountainbike ook gaaf of niet? Ja, zeker, maar toch wel BMX'er. Ja, toch wel die snelheid, dat heel snel met die fiets naar beneden komen, dat spreekt jou het meest aan? Ja, dat wel, en de techniek erbij. Ja, ook voor jou geldt hetzelfde natuurlijk, we hebben Scott al net over gehad, alleen maar trainen. Jij kunt goed gemotiveerd blijven? Ja, door de wedstrijden en het WK in Nederland, dit jaar als het doorgaat. Oké, en dan ben je erbij? Zeker wel. Ja, Hidde Brem. Ja, Hidde, hoe ben jij zo aan het BMX'en begonnen? Mijn moeder. Ja, die heeft je er warm voor gemaakt? Nee, mijn moeder vond het wel leuk om een keertje te proberen. En toen ging ik steeds meer mee. Meer, deed ik meer. Toen werd het steeds leuker. Ja, ook aan het trainen hier op de mountainbike. Kun je daar de conditie een beetje mee op peil houden? Jawel. Ja, en ook wedstrijden. Jij hebt al gereden of zeg je nou ook nog niet? Want het seizoen ging heel vroeg uit voor ons. Ik heb nog geen echte wedstrijden gereden eigenlijk. Ja, op dit moment geen wedstrijden. Baal je daar een beetje van of niet? Ja, heel erg. Ja, hoe ziet jouw sportieve prestaties er tot nu toe uit? Heb je al prijzen behaald? Nee, nog niet, want er waren geen wedstrijden. En het is alleen te BMX of doe je ook nog een andere sport? Nee, alleen een beetje mountainbike ondertussen en ja, een beetje op baantjes trainen en zo. De baan op Kampen, heb jij daar ook al wel eens gereden of niet? Ja, ik train er wel veel. Ook is ook nog een baan wat jij nu al de mooiste baan vindt, of niet? Nou, eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Kampen is eigenlijk gewoon een goede baan. Ja, Papendal ook wel heel leuk. Oh, daar komen ze al. Dus daar ben je ook al een paar keer geweest op Papendal? Ja. Ben je daar gewoon voor een training geweest, of was dat... Training. Toen was het nog het NK daar, maar nu niet meer. Ja, ook al prijzen behaald in de afgelopen jaren? Niet grote prijzen. Wat noem jij een kleine prijs dan? Nou, gewoon regio en dan... Ja, dat zijn toch ook prijzen. Fantastisch natuurlijk. Mooi, want daar moet je je ook meten natuurlijk. Ja, en dat was hij dus weer. Een bijdrage van deze jonge talenten. Heeft u toch een beetje beeld wat BMX ook samen in combinatie brengt met ADB fietsen. En dat ook met de ADB vereniging uit Oldenbroek. De drie talenten, ja, zet het gas er weer op. Bedankt voor het kijken namens het ADB Media Team. Mooi dat dit allemaal kan. In een kort tijdbestek om aandacht te geven, ook aan deze jonge talenten. Hopelijk gaat de corona snel voorbij en kunnen ook deze jonge talenten weer echt terugkeren in de wedstrijdsports. Dit was hij dus. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.